De olie- en gasopleiding van het NATIN heeft zijn eerste groep afgestudeerden afgeleverd, waarbij 10 studenten op 25 oktober een certificaat ontvingen. De opleiding begon in 2022 en duurde 18 maanden. Deze intensieve cursus bereidt studenten voor op een carrière in de olie- en gassector en voldoet aan internationale normen. De opleiding is onderdeel van het NATIN Upgrade project en wordt ondersteund door onder andere Staatsolie en het ministerie van Onderwijs met als doel de lokale werkgelegenheid en de nationale economie te stimuleren via local content. Na het ontvangen van een melding over het zinkende schip Blue Boat bij de monding van de Nikkeli-rivier nam het ministerie van TCT onmiddellijk contact op met de MAS. Minister Uraikit Ramsaran meldt dat een onderzoek is gestart en de eigenaar het vaartuig zal bergen. De MAS zal de inspecties van schepen aanscherpen. De regering belooft ondersteuning aan de slachtoffers en benadrukt het belang van de invoering van wetgeving voor binnenvaart en kustvaart om toekomstige incidenten te voorkomen. President Chandrika Prasad Santokhi heeft afgelopen zaterdag de eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuw stadion in Albina. Het staatshoofd sprak daarbij met de presidentiële werkgroep Albina onder leiding van Arnold Bukulu. Eduard van Leeuwen, coördinator van de werkgroep, presenteerde plannen voor infrastructuur, werkgelegenheid en financiële inclusie. De president kondigde ook wegverharding en verbeterde veiligheid aan met het doel binnen 6 maanden zichtbare resultaten te behalen.